Waarom gaat dat ding ook weer aan? Hallo? Oh, wacht hier. Oh, hij staat al aan. Ja, even kijken hoor. Hallo allemaal, dit is de zes dingen vlog van Eurydice. Maar ik ben niet Eurydice, ik ben Orpheus. Misschien kennen jullie mij wel van de vorige vlogs. Want Eurydice die ligt ziek op bed. We hebben gisteren mosselen gegeten, ligt nu de hele nacht al te kotsen. Dat is niet grappig. Maar ze is heel bang dat ze de volgers kwijtraakt. Dus ga ik nu een zes dingen vlog doen. Alleen, hou ik niet zo echt van zes dingenlijstjes maken. Dus ik doe gedichten, want daar hou ik heel erg van. We beginnen met een, even kijken. Oh ja, deze, een hele korte, die ik heel grappig vind. Komt-ie. Van Henk Spaan is het. Treurig liep hij door het woud. Hier was iedereen van hout. Vind ik heel grappig, ja. Lekker kort. Nu een hele mooie van Jean-Pierre Rally. Even kijken hoor. En hij heet Kleine Liefdesverklaring. Okay. Komt-ie. Kleine Liefdesverklaring. Ik ben al bijna dood. En ik zal nooit aan mensen wennen. Zo meen ik ook geen ogenblik je werkelijk te kennen. Maar soms... tezamen in het huis en in één bed tezamen, met het behoedzame geruis van regen langs de ramen, heb ik wel eens een kort moment gedacht dat ik doorgrondde hoe ondoorgrondelijk je bent. En dat al veel gevonden. Supermooi. Echt waanzinnig vind ik het. Ja. Dat is nummer 2. Even kijken hoor. Nummer 3. Nou, ik ga ze niet allemaal voorlezen, want dan zijn we echt... 6 uren vlog aan het maken. Dit is een heel mooi gedicht van Martinus Nijhoff. Die is al wel dood. 1953 overleden. Maar dat maakt niet uit. Het gedicht heet Twee Reddelozen. En het gaat over twee mensen. Een man en een vrouw. Die ooit verliefd op elkaar zijn geweest. Maar die liefde is kapot. Het gaat om de laatste 4 zinnen in het gedicht. De man kijkt uit het raam over de stad. En zegt dan. In alles tekortgeschoten. Staar ik bij het raam op de stad en vraag, dit is de allermooiste zin, was ik groter geworden wanneer ik had lief gehad? Was ik groter geworden wanneer ik had lief gehad? Zo mooi, is echt zo'n waanzinnig goede vraag. Ja, die Martinus. Even kijken hoor. Dat was nummer 3. Nummer 4. Nog een held van mij, Rutger Kopland. Dat is hem. Geluk is gevaarlijk. Lees al die gedichten, want die zijn echt waanzinnig. Wil het ooit weer eens iets worden? Eindigt met... Wil het ooit weer eens iets worden? Dan zal ik het zo moeten opschrijven... dat ik niet meer hoef te zoeken... maar kan huilen. Mooi toch? Ja. Nu komt een hele leuke. Dat is een filmpje... van Johnny de Selfkicker. Even kijken hoor. Komt-ie. Komt nog eens klaar. Hij is echt helemaal gek in man, maar ik vind hem echt super grappig. Zo maakt hij dus heel veel gedichten met 1 zin en dan gaat hij dat performen. Dan doen we nu nog een laatste gedicht. En dat gedicht is van mezelf. Hij heeft geen titel nog, dus als jullie misschien een tip hebben voor een titel, hoor ik die graag. Komt-ie. Hier ben ik. Hier ga ik. Gevangen als mens in een voortrazende metro. Geen uitzicht... maar flitsen van neon. De constante dreun van een ijzeren wiel in mijn oor. Was ik een dier, dan greep ik de noodrem. De kat en de hond hebben zeeën van tijd. Kon ik maar leven in de onmeetbaar lange en korte seconden van dieren. Het begin nooit geweten. Het eind niet te zien. Dat was hem.
Nou, dit waren mijn 6 gedichten. Ik zou er nog wel 100 voor jullie willen doen, maar dan wordt het heel lang. Volgende week is de Eurystheden gewoon weer. Dan hoef ik dit goddank niet meer te doen. Laat maar weten wat jullie ervan vonden. En dan komt volgende week Eurydice met haar 6 dingenlijstje. Oké, dag. Hoe moet hij nou uit? Even denken hoor. Oh, wat stom dit. Waar zit dat knopje nou? Even kijken hoor. Oh, hier. Zie je nu uit? Dag.